Verschillende parlementariërs roepen de regering op om Guyana te antwoorden in de Tigri-grenskwestie. DNA-lid Patricia Etnel wees erop dat er eerder aan de regering is gevraagd om duidelijkheid te brengen in deze zaak. Ook in het parlement wordt er geen verantwoording afgelegd, terwijl dat volgens de grondwet wel zou moeten. De regering zou sinds dinsdag ingaan op vragen van DNA-leden, echter is dat niet gebeurd. Etnel meent dat de grenzen van Suriname duidelijk zijn en dat moet worden benadrukt door de regering. Te meer omdat er nu een bericht rondgaat op internet dat Guyana heel streng nu is geworden en vraagt aan Twitter, Facebook en alle andere systemen dat de kaart die landen presenteren, waaronder Suriname, niet moeten worden geplaatst met de duidelijke grenzen van Suriname. Anders moet Twitter het weghalen, Facebook moet het weghalen. Ik bedoel, kijk, we willen geen ruzie creëren. We zijn heel vredelievend, maar we moeten Guyana nu antwoord geven. Dus we willen weten van de regering, wat zijn de maatregelen die ze zullen treffen tegen Guyana met betrekking tot deze kies? Want de grenzen van Suriname zijn duidelijk. Hoe kunnen we dit niet accepteren? Rabinder Parmisser is van mening dat Suriname internationaal te schande wordt gezet. Dus moet de regering nu stappen ondernemen. ABO-parlementariër Obed Kanapé merkte op dat Guyana heel erg agressief is in de grenskwestie met Venezuela. Dus is het aannemelijk dat Guyana in het grensgeschil ook agressief zal zijn tegenover Suriname? Als we hier hard spelen, laten we hard spelen. Als het gaat om Suriname, moeten we het Surinaams belang ten alle tijde voortgang laten krijgen. En we vragen de regering, indien zij het woord nu aan ons geven, om volgende week antwoord te geven. Laat het niet meer zijn het feit dat we dan donderdag of dinsdag weer dan uitstel vragen voor een ander moment. Laten we hier horen wat er gedaan zal worden om Suriname, zeg maar, internationaal en nationaal ook te presenteren naar de waardigheid die het verdient. DNA-leden waren het er niet helemaal mee eens dat er tot de volgende week moet worden gewacht op antwoorden van de regering. Parmisser stelde dat de regering elk moment bereid moet zijn om verantwoording af te leggen. De vertegenwoordiger van de regering in het parlement, minister Krishna Kumari Mathura, deed het verzoek aan DNA om bij de eerstvolgende vergadering antwoord te geven op deze kwestie. Aanstaande maandag om 12 uur gaat DNA weer in vergadering. De regering zal dan inkomen in de kwestie Tigri. Inmiddels is ook bekend geworden dat Google Maps in deze kwestie het Tigri-gebied nu heeft aangegeven als betwist gebied.